Zeer, dit is Kala Jorkel. U zult wel merken dat dit een Zoom-opname is. Om u te zeggen waarom ik het zo opneem vanwege Zoom. Dit is geen live-opname. Het is eerder op de dag opgenomen. Dat vanwege andere werkzaamheden ik echter genoodzaakt ben het zo aan u te presenteren. Dus ik vraag u alvast mijn verontschuldigingen hiervoor. U zult ook gemerkt hebben dat de afgelopen afleveringen van Kel Ajorkel ik wat herhalingen heb vertoond van wat interviews die ik eerder had opgenomen. Maar derhalve de mening ook was toegedaan dat het wel de moeite waard was om u ze nogmaals te vertonen. Vandaag in deze uitzending zult u ook nog wat herhalingen zien. Maar om u toch nog even bij te houden met de actualiteiten, dacht ik van ik kan even niet wegblijven om u toch nog op de hoogte te houden van de actuele situatie. Laten we eerst alvast beginnen met de evenementen die zich afspelen binnen Europa, dan wel in het geschil tussen Rusland en Oekraïne. U zult het geheel al gevolgd hebben via internationale beelden en internationale nieuwssources, maar het lijkt me toch goed om vanuit andere invalshoeken u toch nog wat informatie te verschaffen. U weet intussen dat de Russen een invasie hebben gepleegd in Oekraïne. Deze invasie is nog gaande. In eerdere afleveringen van Kala Ajorkal had ik u al verwittigd, reeds in het veel prille begin, dat de Russen die invasie wel zouden plegen. Een van de primaire redenen is dat ze enorm veel troepen reeds maanden van tevoren hadden gebracht aan de grens met Oekraïne. En vanwege het feit dat ze zo'n grote troepenbeweging aan de grens hadden gebracht, lag het in de vooruitzicht dat ze de invasie zouden plegen, simpel vanwege het feit dat enorme troepenbewegingen veel geld kosten en veel druk op de budget van de Russen. Dus het lag al in de vooruitzicht dat Vladimir Poetin, de president van Rusland, die invasie zou plegen. Die heeft hij de afgelopen dagen gedaan. Deze invasie is nog gaande. Wat is eigenlijk de bedoeling van de Russen? Laat me bij voorbaat zeggen dat ik geen enkele vorm van invasie en of bezetting van andere landen grondgebied goedkeurt. Ook laat me u van tevoren zeggen dat ik geen enkele vorm van misdaden en moorden tegen onschuldige burgers goedkeurt, maar ik moet u wel de feiten uitleggen zoals ik het zie. En natuurlijk kunt u ermee met mij verschillen. U moet allereerst de gedachtegang van Vladimir Poetin kennen. De Russen zijn teruggekomen van een oorlog zo'n 20 jaar geleden uit Afghanistan, waarbij ze daar ook een invasie hadden gepleegd ter ondersteuning toen van de Afghaanse regering. Ze hebben die verloren, ze moesten terugtrekken. Daarna hebben we gezien dat de Amerikanen toen voet aan de grond hebben gekregen in Afghanistan. Het verhaal van de terugtrekking van de Amerikanen in Afghanistan is dus ook bekend. Die hebben die oorlog en die bezetting ook verloren. Intussen moet je kijken naar de gedachtegang van Poetin. Poetin wil in principe niks anders dan terug naar de glorietijdperk van de Sovjet-Unie. U weet dat destijds de Sovjet-Unie in de periode van de Koude Oorlogperiode tussen Amerika en Rusland een heel groter grondgebied had. Door het uiteenvallen van de Sovjet-Unie toen zijn een heleboel van de staten van de Russen toen zelfstandig geworden. Onder andere Oekraïne. Er zijn nog meerdere landen die toen onafhankelijkheid hebben gekregen, zelfstandig zijn geworden. Maar wat we hebben gezien in de afgelopen periode, om bij de actualiteit te blijven, is dat Oekraïne dichtbij is aan de grens met de Russen. De Russen, althans Poetin, wil terug naar de periode van de grote, grote, wel eens machtige Sovjet-Empire. Hij heeft verschillende manieren om dat te doen. Eén, je kan een land gaan bezetten en een land volledig overnemen en het dan weer tot een deel van je eigen grondgebied te maken. Dat heeft hij in eerste instantie met Oekraïne gedaan door een aantal jaren geleden eerst te beginnen met het innemen van de Krim, Crimea. En later heeft hij dat tot Russisch grondgebied gemaakt. Dus wat Oekraïne aangaat, heeft hij twee opties. Hij kan het
overnemen. Wat zal gebeuren overigens? Want Poetin zal niet terugtrekken in Oekraïne. Er is te veel geld in geïnvesteerd. Er zijn al tientallen doden gevallen aan beide kanten. Hij zal dus niet terugtrekken om die blunder te nemen binnen zijn eigen land. De opties zijn, hij bezet het land, neemt het over, maakt het een deel van het grondgebied van Rusland weer, en of hij zorgt ervoor dat er een andere regering komt in Oekraïne die bevriend is met Rusland. Dus dat zijn zijn twee opties. Welke hij vooralsnog zal kiezen, dat moeten we de komende dagen en maanden zien. Maar met deze invasie hebben we dan ook gezien dat er nu letterlijk oorlog is op Europees territorium. Waarom Europees territorium? Oekraïne is geen lid van de Europese Unie. Ze zijn nog minder lid van de NATO. De NATO is de bondgenootschap van militaire eenheden van de Europese Unie, inclusief de Verenigde Staten van Amerika. Oekraïne heeft jarenlang gevraagd om lid te worden van de Unie en ook om lid te worden van de NATO. Derhalve hebben de Russen steeds gewaarschuwd dat ze dat niet zullen toestaan, dat Oekraïne lid wordt van de Europese Unie. Dat is die hele grote Europese blok die we allemaal kennen, met onder andere Nederland, België, Engeland, Frankrijk en gaat u zo maar door. Nog minder heeft hij destijds ook gewaarschuwd dat hij niet zal toestaan dat Oekraïne lid wordt van de NATO. Dat is de militaire bondgenootschap van de Europese Unie, inclusief de Verenigde Staten. Een van de primaire redenen is simpel. Hij wil niet dat er bij hem aan de grens met Rusland militaire eenheden zijn die hun wapens richten naar Rusland toe. Dat heeft hij reeds maanden van tevoren bekendgemaakt. Ondanks het feit dat hij dat heeft bekendgemaakt, bleken de Oekraïners toch nog stappen te ondernemen om die lidmaatschap van de Unie aan te vragen en ook nog de lidmaatschap van de NATO aan te vragen. Uiteindelijk heeft hij die invasie gedaan. We hebben gezien, en dat is ook bij u bekend, dat internationaal er afkeuringen zijn gekomen ten aanzien van deze invasie. Want overigens geen enkel land, zelfstandig land, kan een invasie en of een bezetting goedkeuren van een ander land. Dus die afkeuringen zijn gekomen. We hebben gezien dat er sancties zijn gekomen tegen Rusland. En het zijn heel harde sancties. Toen hij de Krim overnam, dat is Crimea, heeft de Europese Unie toen reeds sancties uitgevoerd tegen Rusland. En ook de Verenigde Staten hebben die sancties uitgevoerd, maar die sancties hebben echter niet geholpen. Die sancties van toen waren echter niet zo hard als die nu worden uitgevoerd. Welke sancties heeft men nu hard uitgevoerd bij de Russen? 1. Men heeft het luchtruim gesloten binnen de Europese Unie. Ook de Amerikanen hebben dat vandaag afgekondigd, dat het luchtruim van Amerika gesloten is voor Europese vliegtuigen, zowel privé als ook van de staat. Hetzelfde hebben de Europese Unie ook al gedaan. We hebben gezien dat ze de Russen hebben geblokt van de SWIFT-code. Wat is de SWIFT-code? Dat is het systeem waarin internationale banken onderling met elkaar werken om gelden naar elkaar landen over te maken. Dat noemt men de SWIFT-code. Verder hebben we gezien dat ze een totale boycott hebben afgekondigd met de Russische banken. Dat men geen zaken doet met de Russische banken. Ook op het sportgebied hebben we gezien dat er sancties zijn gekomen. De FIFA heeft gezegd dat Rusland is uitgesloten voor deelname aan internationale toernooien. We hebben ook gezien dat het Olympisch Comité ook heeft gezegd dat de Russen niet meer mogen meedoen met activiteiten binnen de Olympische Spelen. Dus al bij al zien we dat de Europese Unie en ook Amerika, nou ook Canada en andere landen die participeren in de sympathie hebben met de Europese Unie en Amerikanen, harde sancties hebben afgekondigd. Gaan deze sancties helpen? Dat stelt iedereen zich de vraag nu. Ga ervan uit dat Vladimir Poetin deze acties niet heeft ondernomen voordat hij ook een eigen plan voor zichzelf heeft gemaakt. Hij wist dat die sancties zouden komen. De vraagstelling is nu, hoe hard zullen deze sancties aankomen op de Europese economie? Want hoe kan je een machthebber die een ander land bezet op de knieën krijgen? Dat is alleen economisch. En waarom economisch? Wanneer de economie van Rusland mogelijk middels die sancties in elkaar gaat klappen, hoopt men
dat er intern verzet zal komen door de burgers. Die sancties die nu zijn uitgesproken, hebben nu wel al effect op Rusland, op de Russische burger, maar echter nog niet zo hard. Sancties werken niet op korte termijn, ze werken op midden- en lang termijn. Dus vooralsnog zullen deze sancties niet direct een effect hebben om Poetin tot andere gedachten te brengen, om dan te zeggen van weet je jongens, ik ga me terugtrekken. Zoals ik zei, gaat hij dat vooralsnog niet doen. Hij zal ook zijn eigen plannen hebben gemaakt. De Russische elite, de miljardairs in Rusland, hebben nu ook al gezegd dat die sancties niet zullen helpen om deze oorlog die op Europees territorium nu plaatsvindt, dat die gaan stoppen. Dat hebben ze ook nu al kenbaar gemaakt. De vraag is nu, hoe lang zal dit duren? Als we terugblikken en kijken naar de geschiedenis van internationale oorlogen en internationale sancties voornamelijk, dan zal dit zeker een 10 jaar gaan duren. Dus mocht er eventueel ergens down the road een stilstand komen, betekent ook nog niet dat die sancties teruggedraaid zullen worden. De effecten en de ripples, de hobbels, zullen nog voelbaar zijn. En het zal minimaal 10 jaar duren voordat we eventueel kunnen zeggen dat de wereld weer er anders uit zal gaan zien. De wereld is helemaal aan het veranderen. Niet alleen vanwege COVID en niet vanwege andere oorlogen die her en daar plaatsvinden. Maar dit is nu een oorlog, letterlijk en figuurlijk, binnen Europa zelf. De Europese landen, de Europese Unielanden, die maken zich ten tegen zorgen. Ze hebben alle reden om zich zorgen te maken. Want als Poetin Oekraïne gaat overnemen, wat zal gebeuren volgens mijn voorspellingen? Wat zal gebeuren? Is het niet uitgesloten dat wanneer hij enige stabiliteit heeft bereikt in Oekraïne, hij ook de voormalige Sovjet-ex-republieken zal gaan overnemen? Landen als Litouwen, Slowakije, Hongarije ook zal gaan overnemen in tijd. Dat betekent, want hij wil niks anders dan de voormalige Sovjet-republieken terug binnen de gelederen van de Europese Unie. Dus de Europeanen maken zich zorgen. Vandaar dat die grote sancties zijn gekomen. We hebben tot nu toe gezien dat de Europese Unie geen militaire steun in de vorm van boots on the ground heeft gegeven. Wat ze wel hebben gedaan tot nu toe. En dan lees wanneer ik praat zeggen NATO. Lees ook mee de Amerikanen dat ze tot nu toe alleen maar militaire hulp hebben aangeboden. In de vorm van wapens, in de vorm van logistiek, in de vorm van intelligence. En waarom ze geen boots on the ground willen, dat is voorspelbaar. De Russen zijn werelds, naar Amerika zijn ze de tweede grootste militaire macht ter wereld. Dus ze willen geen militairen, hun eigen militairen sturen ter verdediging van Oekraïne, want dat betekent, als ze dat doen, hoewel we dan ook al weten dat Oekraïne geen lid is van de NATO, als ze dat doen, dat het een full-fledged total war is, en dat je al kan praten dan van een derde wereldoorlog. Zover is het echter nog niet. Als we kijken naar de militaire uitgaven in de wereld, want de macht van een land wordt bepaald door de strength van de economie, wordt bepaald door de macht van je militaire budget, de uitgaven en investeringen die je doet. We zien dat de militaire verkopen, alleen de verkopen in 2019, dat Amerika alleen aan wapens heeft verkocht voor 61 miljard Amerikaanse dollar, China voor pakweg 15 miljard, Engeland voor 7 miljard, Frankrijk voor 4,2 en de Russen zelf hebben aan wapenverkoop gedaan van 5,8 miljard. Werelds grootste militaire macht is nog steeds de Verenigde Staten van Amerika. De Amerikanen hebben op hun jaarlijkse budget niet minder dan 700 miljoen Amerikaanse dollars die ze investeren in hun militaire armed forces. Gevolgd door uiteraard de Russen. Die zijn dan de tweede grootste wat budgetten aangaat. We zien dat binnen de Europese Unie zelf er niet in vergelijking met de Russen er niet relatief veel wordt geïnvesteerd, omdat de Europese Unie was al die tijd in hun comfortzone.
Want ze hebben de Tweede Oorlog gekend, die is pakweg 70 jaar geleden geweest. Ze hebben zich economisch hersteld als een blokmachthebber. Dus ze waren min of meer in hun comfortzone en hebben derhalve niet als zodanig groot geïnvesteerd in hun militaire armed forces ten opzichte van de Russen, Amerikanen, dat hebben gedaan. Maar wat we zien in het militaire budget van de Europese Unie, dat het land dat het meest investeert tot nu toe, is Engeland met 73 miljard. Daarna gevolgd door de Duitsers met 75 miljard op jaarbasis. Door deze invasie hebben we recentelijk gezien dat Duitsland nu ook heeft gezegd dat ze een extra 100 miljard gaan investeren. Frankrijk 59 miljard, Italië 30, Spanje 15 en Nederland geeft er een kleine 14 miljard in hun budget uit voor militaire doeleinden per jaar. Dus wat we gaan merken, de vooruitzichten, we moeten naar de vooruitzichten kijken, is dat Rusland Oekraïne gaat overnemen. De sancties die het Westen heeft uitgesproken tegen Rusland gaan middellang termijn wat effect hebben. Niet op kort termijn gaat het effect hebben. De Russen hebben een power tool in hun handen. De Russen zijn een van de grootste olieproducenten ter wereld en ook gasproducenten ter wereld. De Russen leveren ook gas aan de Europese landen, lees de Europese Unie. En als ze die pijplijn dicht gaan draaien naar de Europese Unie, dat betekent dat gasprijs sowieso duurder gaat worden binnen de Europese Unie. De EU kan hun gas van andere landen importeren, onder andere van Qatar, die de grootste gasproducent is ter wereld. Maar importeren van een ander land zal met zich meebrengen dat de gasprijs ook zal toenemen binnen de EU. Wat we vandaag al hebben gezien, dat de internationale olieprijs een ongekende hoogte heeft gekend. Het noteert vandaag $110 per vat, noteer dat. Dat is een ongekende hoogte voor een vat olie. Europa zit nu in een winter. Dat betekent de gasprijzen gaan voor hun omhoog gaan. Dat kunnen de burgers daar sowieso verwachten. De olieprijzen zijn nu reeds al omhoog gegaan. Dus het leven zal sowieso duurder gaan worden. Deze sancties en deze oorlog die gevoerd wordt op Europees territorium door de invasie van de Russen, brengt met zich mee dat alles en ook alles in de wereld veel en veel duurder gaat worden. De inflatie in de wereld is al enorm hoog geweest, ongekend hoog geweest, door de COVID-pandemie. Dat hebben we ook gemerkt in ons eigen land. De producten in alle landen zijn duurder geworden in productie. De transporten zijn veel duurder geworden. En met deze nieuwe invasie erbij in de wereld gaan we zien, en dat merken we ook al als u naar de cijfers kijkt, dat de inflatie meer zal toenemen. De supply chain komt verder in de war. Dat betekent de transportkosten zullen dan ook gaan toenemen. Conflicten zijn er overal in de wereld, maar dit is een heel nieuw conflict. Op Europees territorium, voor het eerst na de Tweede Wereldoorlog, wordt Europa geconfronteerd met een oorlog die voor hun deur staat. Er zijn andere conflicten nog steeds gaande in de wereld. Het zijn territoriale conflicten, conflicten tussen onder andere in Nagorno-Karabakh. We zien het conflict tussen de Koerden en de Turken. En we zien ook nog Israëlisch-Palestijns conflict. Dat zijn allemaal territoriale conflicten. Verder zijn er nog burgeroorlogen aan de gang. Afghanistan, Syrië, Irak, Jemen, Libië, Zuid-Soedan. Er zijn ook nog interstatelijke conflicten, zoals het conflict tussen Amerika en Iran en het conflict tussen India en Pakistan. Dat zijn interstatelijke conflicten. Er zijn ook transnationale conflicten. We zien dat in Mali. Mali is op het Afrikaans continent. We hebben recentelijk gezien dat de Franse troepen zich hebben teruggetrokken van Mali. Wat betekent dat daar het nog erger zal gaan worden? De Fransen waren niet in staat het te containen. We zien ook conflicten tussen Al-Shabaab in Somalië en we zien conflicten in Kenia. Er zijn ook territoriale disputen. We zien een dispuut in Oost-China, de East China Sea Dispute, waarbij
Japan betrokken is. We zien ook nog de South China Sea dispute, waarin Filipijnen en Vietnam bij betrokken zijn. Dus conflicten zijn er overal ter wereld. Maar als u merkt dat die conflicten zijn meer op het Afrikaans continent, de conflicten zijn meer in het Midden-Oosten, de conflicten zijn ook nog min of meer in Zuidoost-Azië, daar zijn die conflicten. We zien nu regelrecht het conflict op Europees territorium, de invasie, waar het vrij rustig is en vrij vertoeven is voorlopig en daar moet het continent van gebruik maken. Dat is de CARICOM-regio, de regio waarin wij zitten. En op het Zuid-Amerikaans continent is het vrij rustig als je het vergelijkt met de conflicten die er plaatsvinden overal ter wereld. Dus het Zuid-Amerikaans continent waarop wij zijn is relatief vrij rustig met uiteraard wat kleine her en der interne spanningen, maar geen uitbraken van grote oorlogen. Wat zijn nu de gevolgen voor ons land? Deze oorlog is heel erg ver, maar het is toch dicht bij ons. We weten dat de Russen goede bondgenootschappen hebben met onder andere Venezuela, onder leiding van Maduro. Goede bondgenootschappen hebben met Cuba, Havana. Ze hebben ook goede bondgenootschappen met Nicaragua. Het is niet uitgesloten. Het is niet uitgesloten dat wanneer dit conflict zich gaat uitbreiden, wat vooralsnog best wel mogelijk is, dat de Russen deze oorlog en de spanningen ook voor de deur gaan brengen, niet voor ons, maar primair voor de Amerikanen. Primair voor de Amerikanen, omdat u weet, de Amerikanen die ondersteunen de Europese Unie, want ze zijn lid van de NATO in deze. Wat zou dat inhouden? Vanwege hun bondgenootschap met onder andere Venezuela, is het niet uitgesloten dat ze troepen zullen vestigen op het grondgebied van Venezuela. Is niet uitgesloten dat ze ook weer troepen zullen gaan vestigen in onder andere Cuba, wat ze in destijds hebben geprobeerd in de jaren 60, wat ook wel bekend stond als de Missile Crisis in de periode van John F. Kennedy van de Verenigde Staten. Dus deze oorlog kan vrij dicht bij ons komen. Die spanning kan dicht bij ons komen. En ze zullen daar in de achtertuin primair van de Amerikanen zetten. In de achtertuin van de Amerikanen zetten. Wat voor gevaar betekent dit voor ons, zult u zich uiteraard afvragen. Wij zijn een vrij rustig land. We hebben heel weinig keus. We zijn geen agressief land. We nemen altijd een middenmoot in. Dat is ook overigens heel erg goed als klein land. Maar u weet ook dat Venezuela 3/4 van het territorium van Guyana opeist. Onder andere 3/4 van het grondgebied van Guyana opeist. Historisch menen de Venezolanen dat het hun grondgebied is. Venezuela heeft in het verleden Guyana vaker gedreigd, of zo u wilt bedreigd, dat ze het grondgebied gaan innemen dat aan hun toebehoort. Mochten die zaken gaan escaleren, is met troepen van de Russen op het grondgebied van Venezuela, is het ook niet uitgesloten, niets is uitgesloten, dat Venezuela zal ingrijpen in Guyana en het grondgebied van hun terug zal gaan claimen, wat bekend staat als het Essequibo-gebied. Dat is 3/4 van het territorium van Guyana. Gevaar hierin, we weten dat Guyana full-fledged nu olie exporteert in volle gang. We weten ook dat wij olievoorraden hebben gevonden offshore, dus in zee. We zijn nog niet in de exploitatiefase, maar we hebben wel al gevonden. We weten ook dat in Guyana de oliemaatschappijen die opereren, dat zijn Amerikaanse maatschappijen. Dat is onder andere Exxon. En we weten ook dat het contract die wij voorlopig hebben, waarbij olie gevonden is, in handen is van Total en Apache. Dat is een Franse maatschappij. Dus waar er olie is, daar komen de conflicten naartoe. Mocht het conflict komen naar ons territorium, dan wel via Venezuela en al dan niet via Cuba, is het dan ook weer niet uitgesloten dat de Amerikanen troepen zullen gaan vestigen op het grondgebied van Guyana. Ze hebben nu ook al een sterke militaire overeenkomst met de Amerikanen. De Amerikanen zullen dat hoogwaarschijnlijk, niets is uitgesloten, houdt u dat vast, niets is uitgesloten. Primair 1 ter bescherming dat Venezuela
niet ingrijpt in Guyana en de expansie van de Russen via de Venezolanen niet doorgaat, maar ook primair ter bescherming van de enorme grote olievoorraden die er nu al zijn gevonden in Guyana. Dus waar er olie is, dat is die track record, moet die volgen, is het niet uitgesloten. Niets is uitgesloten, het zal hoogwaarschijnlijk niet morgen gebeuren, maar u moet wel in de toekomst kunnen kijken dat het dicht bij ons kan komen. Wat betekent dat voor ons als land? Dat betekent dat het ook in onze achtertuin gaat komen. Welke standpunten wij dan gaan innemen, dat moeten wij nog gaan zien. Vooralsnog als klein land, keuren wij altijd en moeten wij ook altijd doen dat we bezettingen en invasies afkeuren. We weten historisch ook dat Guyana in de jaren 60 ook een invasie heeft gepleegd op ons grondgebied. Je zou niet kunnen zeggen een full-fledged invasie om ons land over te nemen, maar ze bezetten wel al sinds de jaren 60 een deel van ons grondgebied. Dat is het gebied Tigri dat bij ons bekend is, die tot heden nog niet is opgelost. Dit conflict in de Europese Unie heeft grote gevolgen voor ons. Die gevolgen merken wij als burger iedere dag. Iedere dag. Hebben wij in ons land een economische crisis, een failliete staatskas overgenomen van de regering, zijn we nog geconfronteerd geraakt met een COVID-pandemie, die zijn effecten heeft gehad over de hele wereld en ook bij ons als klein land. We hebben dat gemerkt met een enorme inflatie. We hebben vorig jaar een inflatie gehad van 60%. De schattingen zijn nu dat het min of meer 36% zal gaan worden. Het kan gaan veranderen met de nieuwe omstandigheden in Europa. Inflatie betekent voor het gemak naar u toe niks anders dan dat uw zweet wordt ontnomen van uw arbeid en dat merkt u ook al in uw portemonnee. Een conflict dat daar heeft voorgedaan, brengt met zich mee enorme hoge olieprijs, $110 voor een vat voor vandaag. Hoe we dat gaan beheren als land, moeten we onze adem voor gaan inhouden, is een enorme uitdaging voor president Santoki. Dus president Santoki heeft nu niet alleen meer te maken met een failliete staatskas, hij heeft nu niet alleen maar te maken met een COVID-pandemie, hij heeft nu ook te maken met een crisis die buiten onze gezichtsveld zich afspeelt, dat naar ons land toekomt. Dat is de inflatie en de enorme gas- en olieprijs. Wij importeren ook gas, dus ook die gasprijs gaat omhoog. In hoeverre de regering dat in staat is te beheren, dat het nog betaalbaar blijft voor ons als burgers. En hoever ze in staat zijn die olieprijs te beheren, dat we nog kunnen ademen en kunnen doorgaan. Dat zijn enorme, ongekende uitdagingen die we hebben moeten overbruggen. Als burger en als land. Onze productie neemt niet toe. Onze productie is gekelderd. We weten ongeveer wat we doen gemiddeld per jaar. De vooruitzichten voor olie zijn er wel. Dat is in 2025, 2026, maar die is ver. Want de burger kijkt uiteraard wat gebeurt nu, hedendaags, met hun leven. Het verhaal van die olie is leuk, maar het boeit vooralsnog die burger niet. Dus deze uitdagingen voor de regering, voor ons allemaal als burger, wat zich nu internationaal afspeelt, de gevolgen voor ons, die moeten we samen kunnen overbruggen. Maar het is heel lastig, het is makkelijk gezegd om te overbruggen, maar het is heel lastig om een samenleving te kunnen overtuigen die nu al in enorme armoede leeft, nog te kunnen overtuigen om te zeggen van: wacht en heb geduld. Uiteraard zullen mensen zeggen, ja, de regering moet dat doen, de regering moet dit doen. Name of the game is simpel. We hebben geen productie, we hebben te lage productie. Een verhoogde productie duurt niet morgenochtend, dat werkt gewoon ook niet zo. Een versnelde ontwikkeling bestaat niet. Alles gaat in tijd en alles heeft een fase om in ontwikkeling te komen. Dus wie dan ook zegt dat het kan, die moet bewijzen dat het kan en vooralsnog zie ik dat niet gebeuren overnight. Dus we hebben al zware dagen. Bedrijven,
burgers, prijsverhogingen, salarisachterstanden, de late betalingen, geen cashflow in de kas van de minister van Financiën, althans beperkte cashflow voor de minister van Financiën, brede enorme uitdaging voor president Santokhi. Maar ik persoonlijk ken de gebeurtenissen, u ook hoogwaarschijnlijk. Het zijn zware dagen voor ons. We gaan oplossingen moeten vinden, maar we moeten wel weten dat productieve ontwikkelingen niet overnight gebeuren. Het is gewoon niet mogelijk. En wie dat vertelt, ga ik wel graag willen uitnodigen, en dan mogen ze me wel altijd bellen voor een afspraak, om te wijzen hoe dat kan binnen een jaar en binnen 2 jaar. Want het is vrij haast onmogelijk. Want ieder bedrijf die je opzet, ieder productie die je opzet, maakt niet uit of het ook klein of groot is, heeft een cyclus nodig voordat men kan gaan tot winstgevendheid en tot mogelijkheden tot hogere productie. Alles heeft zijn tijd nodig. Ons voordeel, tussen alle nadelen die we hebben, nu maar meemaken, hebben we toch een voordeel. En dat moeten we kunnen benutten. We zijn een veilige haven. Suriname, ons land, ons burgerij, de manier hoe wij allemaal zijn, we zijn wat te noemen in de wereld een safe haven. Ik heb je al uitgelegd waar die oorlogen plaatsvinden. Ik heb je uitgelegd dat Zuid-Amerika relatief rustig is. Ik heb je ook uitgelegd dat wij vooralsnog een heel veilig land zijn. Dus wij moeten in staat zijn om mensen uit andere landen te kunnen interesseren om hier bij ons te komen, simpel vanwege het feit dat we are a safe haven. We hebben de mogelijkheden wel en we moeten ze kunnen interesseren. Wat bekend is, dat investeerders ook niet zitten te wachten op Suriname, omdat datgene wat wij aanbieden ook andere landen aan te bieden hebben. We zijn niet exclusief op dat gebied, zoals we denken dat we exclusief zijn, dat zijn we helemaal niet. Maar we moeten ze kunnen interesseren om te zeggen, kies voor ons. Wat betekent investeringen van een ander land? Grote investeringen, daar praat ik het over. We hebben ook uiteraard onze grote binnenlandse investeerders, die hebben we ook. Dat creëert werkgelegenheid. Werkgelegenheid brengt 1 ding met zich mee, het brengt rust. Het zorgt ervoor dat mensen brood op tafel kunnen krijgen. Het zorgt ervoor dat de criminaliteit afneemt. Maar gigantische grote bedrijven die zorgen direct voor een veel en veel grotere spin-off. Dus we moeten correcte en goede acties ondernemen. En zoals ik al eerder heb gepleit en altijd voor heb gepleit, in afwachting van buitenlandse investeerders, die nog moeten komen, laten we beginnen met het redden van wat we hebben. Laten we beginnen met onze binnenlandse markt, die al in productie zijn, dat we die redden en ervoor zorgen dat ze door kunnen gaan. Investeerders uit het buitenland, die gaan komen op midden- en langtermijn, maar laten we alvast beginnen met wat we hebben. Dus die oorlog, dames en heren, die er plaatsvindt, is dichter bij ons dan we denken. Is dichter bij ons. Dus het zijn ongekende moeilijke tijden voor ons allemaal. Het is ook voor mijn eigen bedrijf een ongekende moeilijke tijd. Ik zei het vanmorgen nog tegen mensen binnen mijn container, dat ik dit voor het eerst meemaak. Niemand, ook als onderneming, voor een ongekende moeilijke tijd. We hebben moeilijke tijden altijd gehad tijdens de militaire periode. We hebben inflaties gehad, we hebben devaluaties gehad. We zijn van tijd tot tijd weer boven water gekomen. Maar wat er nu gebeurt, door de impact, niet alleen van wat we zelf hebben veroorzaakt, maar door de impact dat ook van het buitenland komt, dat zijn ongekende moeilijke tijden. Maar we gaan het moeten oplossen. En belangrijk is voor deze oplossing dat de regering vooralsnog op een zeer openlijke en correcte wijze communiceert met de bevolking. Communiceert met de bevolking en het uitlegt. 1. Wat er gebeurt. 2. Wat ons te wachten staat. Maar bovenal moet de regering ook in staat zijn om in een bepaalde timeline setting de bevolking te kunnen wijzen van wat de vooruitzichten zijn, hoe, wat en wanneer. Moeilijk, niet gemakkelijk, maar dat zijn de consequenties van een heleboel zaken die wij zelf hebben veroorzaakt, maar dat zijn nog veel grotere consequenties die van buitenaf gebeuren.
buiten onze omstandigheden die we niet in de hand hebben. Ik hoop dat ik u daarmee een klein beeld heb gegeven van allemaal wat ons te wachten staat. Zeer moeilijke dagen, ik zou niet zeggen moeilijke dagen dan we hebben. Maar we moeten allemaal hands on deck zetten om te zeggen, guys, we need to move forward. We weten wat het is, we weten wat buiten ons gebeurt, maar hoe gaan wij, één, het tot stilstand brengen, wat overigens al was gebeurd, want nu hebben we gezien wat er gebeurt in Oekraïne. Hoe gaan we verder? Ons buurland Guyana heeft een leuke jumpstart. Ze hebben die olie gevonden, ze exporteren olie, hoewel ik u al heb gezegd dat de Guyanese overheid bitter weinig van overhoudt, Maar in ieder geval, ze zijn wel in de lift. Het is een van de weinige landen in de wereld die een enorme economische groei meemaakt. Dat is wel Guyana. Maar ze maken enorme economische groei mee omdat ze van nul komen. En wanneer je van nul komt en 10 maakt, dan is dat al enorm. Dus ook in deze regio waarin we zitten, CARICOM, is iedereen down. Alle landen zijn down, behalve Guyana. Maar Guyana heeft ook moeilijke dagen gekend. Maar u ziet, na iedere moeilijke tijd is er weer altijd een goede tijd, als men het wil. De Guyanese gaan een heel goede tijd tegemoet en ook wij zullen dat eens meemaken. Maar het hangt af van ons allemaal en bovenal van leiderschap. Van leiderschap. Daar hangt het van af. Bedankt dat u kijkt naar deze kleine setting. Ik heb u gezegd, ik heb deze opname via Zoom gemaakt vanwege omstandigheden. En andere werkzaamheden die ik ook moet doen, heb ik het op zo'n manier proberen te brengen naar u. Dank u wel.